Yo mensen, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering hier van Planet Zoo. Dit zal een extra aflevering zijn. Dit doe ik puur omdat deze dierentuin hebben wij iets makkelijk opgezet. En ik eigenlijk met andere dierentuinen die ik heb veel meer detail bewerk en dat wil ik hier nu ook een beetje gaan doen. Dus ik ga hierachter ga ik een extra verblijf ding ga ik maken voor de dieren. Dus we gaan nou dus een extra deel van een dierenverblijf gaan we hierachter maken. In ieder geval een hard shelter idee. Waar de dieren in kunnen blijven. Slapen, eten en de hele week maak.
Nou hebben we iets meer een shelter idee voor de dieren. En dan kun je in het omheiningpakket kan je dus dit soort hekjes erin zetten. Zo. Ja, eigenlijk een visible hack, zeg maar. En die doe je dan eigenlijk door je wanden doe je die heen. Zodat de dieren weten dat dit ook een deel van het hok is. We doen hem dan tot hier, zo. En vanaf deze kant doen wij hem nog een keer. Zo. Oh, wacht. En de dieren zullen dan ook zien dat het een deel van hun verblijf is. Kijk, en vanaf hier kan die dan weer gewoon normaal. Er zijn nog iets van ontsnappingsdingen. Die zul je dan even nog iets aan moeten doen. Zo bijvoorbeeld. Ja, als het dan goed is. Dan is het ook goed. En dan gaan we even kijken bij de bisons. Nou, die zullen zometeen ook gaan zien dat dit een deel van hun verblijf is. Tenminste, dat hoop ik. Hier zit er alleen in. Dan gaan we hier het terrein ook even aanpassen.
Dus mensen, dit was even een kleine video over hoe we het nu eigenlijk gaan aanpakken. In de volgende video zal ik het gebouw mooi maken en netjes. Ook dat de bezoekers meer dingen kunnen zien. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Dus hebben jullie nu een klein beetje een idee over hoe we het echt gaan doen? Er zal meer detail komen in de dierentuin, in de gebouwen. En dus dat gaan we in ieder geval gaan we dat zien. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we elkaar snel weer terug.